was een drukte van je welste aan het hoofdkwartier van de KBDB. Voor het eerst sinds 1910 gooide de Duivenbond haar deuren open voor het grote publiek. Sinds de aantreding van het nieuwe bestuur streeft de bond naar meer openheid en verjonging van de sport. Zo'n opendeurdag is daarvoor een prima gelegenheid. Ik ben eigenlijk heel tevreden. Het is ook de eerste keer dat we dat organiseren. En we hadden er een beetje bang voor. Maar uiteindelijk met de samenwerking van de mensen van de promotiecommissie zijn we erin geslaagd om toch een geheel te vormen. En om een goede afspraak te maken qua organisatie, structuur. En zeker zijn vast de meetings die er gegeven worden over doping, over voeding van de dieren en zo. En het weer valt wel een beetje tegen, maar uiteindelijk mogen we zeggen dat het heel geslaagd is. Ja, ik ben heel blij. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de duivensport terug bij de liefhebbers brengen. En ik denk dat dit, de Open Deurdag, een mooi initiatief ervan is dat wij de duivensport bij de liefhebbers gebracht hebben. Vandaag, als je ziet, iedereen loopt hier gelukkig, happy. Mensen praten met elkaar, mandatarissen, duivenliefhebbers. Ja, echt wel een goed gevoel bij vandaag. Ja. De jeugd moet meer kansen krijgen en moet ook meer betrokken worden in de duivensport. Dat is het devies van het nieuwe bestuur. Veel van de aanwezigen beamen die visie. Gastspreker Tom Kartuyvels, leraar, maar ook Vitesse-speler, probeert die boodschap ook mee te nemen in zijn beroep. En ik weet niet waar, bij mij komt die opstoot wel, maar niet heel intensief. Vroeger had iedereen wel een opa of een papa of een onkel die met duiven speelde, maar stilaan, ja, we zijn met minder. Is het toch wel belangrijk dat eigenlijk via die school dat de kinderen in aanraking komen met de duivensport. Ik zelf sta in het eerste leerjaar, dus mijn kinderen op het einde van het schooljaar weten perfect wat die duivensport wel in grote lijnen inhoudt. Ik neem zelf duiven mee. Ik heb gezorgd voor een paar mooie kleurduiven. En het spreekt de kinderen eigenlijk wel echt enorm aan. De sfeer zat goed. Daar getuigde een volgepakte tent van en ook de lange wachtrij aan het friethuisje. Liefhebbers, jong en oud, waren zichtbaar aan het genieten. Ik moet zeggen, het nieuwe bestuur is zeker goed bezig. Dus laten we hopen dat er nog meer komt en dat het een verbetering is voor de duivensport. De opkomst is gigantisch, zoals je zelf kunt zien. Ja, wij dachten van, ja, wat gaat het geven, maar we zijn heel tevreden. De tent zit vol, de perszaal zit vol, de zaal met de presentaties en de gastsprekers. Ja, een echt succes, ja. Ja, we zijn zeer tevreden. Cyril is een van de jonge aanwezigen die beseft dat de sport op een kantelmoment staat. Je suis bien pour la journée nationale parce que c'est le sport est en pénurie et si on n'est pas là pour reprendre la relève, il y aura plus personne. De Open Deurdag was ook een dag van kennisdeling. Verschillende panelgesprekken met gekende en minder gekende namen en lezingen over voeding, over het belang van de juiste medicatie, maar evengoed over hoe je nu het best met je duiven speelt. Gezien de drukte in de leeszaal was dat een goede zet van de organisatie. We hadden vroeger ook altijd echt het beeld van de ivoren toren hier en de gewone mens had geen voeling. En ik denk ook wel dat dat belangrijk is, ook dat zij zelf tussen de mensen gaan staan. We wilden eigenlijk de liefhebber laten kennismaken met hoe de KBDB eigenlijk werkt. Dus eigenlijk een keer volledig de deuren opengooien, dat de liefhebber eigenlijk inkijk had hoe er eigenlijk gewerkt wordt. Voor veel mensen was dat altijd een vraag, ja, wat gebeurt er daar, maar wat zijn ze bezig? En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooi initiatief is, dat de mensen eigenlijk, ja, nu een keer zien hoe dat er eigenlijk aan toe gaat. We zitten met nieuwe mensen, een nieuw beleid, verjonging denk ik. Het is hier jaren een gesloten huis geweest. Ik zeg niet dat die mensen die dat voordien gedaan hebben, het allemaal slecht gedaan hebben. Daar waren zaken bij die naar mijn gevoel beter konden.
deze mensen, we moeten die volle bak de kans geven. Zij zorgen voor vernieuwing, iets wat nog nooit gebeurd is op een deurdag. We zien het enthousiasme hier, jong tot oud, hobbyisten, profs, allemaal door elkaar. En we moeten proberen er samen één familie van te maken om de duivensport te promoten. Bij de sprekers ook twee dierenartsen. Raf en Pascal hebben zich door de jaren heen gespecialiseerd in het behandelen van sportduiven. En ter gelegenheid van de Open Deurdag deelden ze graag hun kennis met de aanwezige colombofielen. Ik denk dat het belangrijk is dat de medische sector ook zijn steentje bijdraagt om voor de duivensport op zich te helpen. Het is een sport in moeilijkheden qua opkomst van jonge duivenliefhebbers, nieuwe duivenliefhebbers. Soms zijn er redelijk wat problemen op medisch niveau en dat we die zoveel mogelijk kunnen ondersteunen. En vandaar dat ik hier ook kom om de jonge mensen, maar ook de oudere mensen een beetje meer inzicht te geven in de medische problemen van de duiven en de duivensport op zich. Dus de duivensport moet verder leven. Dus de duivensport leeft verder bij de jonge mensen. Ik ben opgegroeid in een duivenfamilie via grootvader langs beide zijden. Dan mijn vader, mijn familie zit in een duivensport. Maar de duivensport moet verder leven door de jonge mensen. En onthoud één zaak, van het moment dat er geen geld meer gemoeid is met de duivensport, zal de duivensport zakken. De wereld wil nog altijd de Belgische duif. En de jonge liefhebber wil de prijzen winnen bij zijn Belgische duif. En hij wil daar iets van bereiken. En hij wil die duif dan verder verkopen naar het buitenland. Als morgen de tennis geen geld gemoeid is, zal de tennis ook doodbloeden. Zo is dat bij de duivensport juist hetzelfde. De Duivenbond had vooraf laten vallen dat een aantal toppers hun opwachting ging maken. Met de aanwezigheid van de broers van den Heden uit Singhem scoorde de organisatie zeker punten. Freddy en Jacques pakten al heel wat prijzen. Tijdens de open deur lichten ze een tipje van hun tactiek op. Het is altijd zo, als ik daar naartoe, of ik daar naar terugkijk, en dan kan ik nog altijd die duiven voor mijn geest halen als die thuiskomen. En ik krijg daar nog altijd kippenvel van op dat moment. Kijk, nog, het stokt wel ergens om dit te verwezenlijken. Dat is iets dat je hans je leven meedraagt. Velen, ook het bestuur, hadden hun twijfels of zo'n open deur ging aanslaan bij de liefhebbers. Ook Freddy was niet meteen overtuigd. Wel, in eerste instantie, als men daarmee op de proppen gekomen is, dan dacht ik van oei, dit gaat niet echt iets worden, want Halle is wel centraal, maar toch voor vele mensen ja, niet echt altijd bereikbaar. Zeker met de problematiek rond Brussel, het is natuurlijk weekend. Maar als ik het nu zie, dan ben ik daar heel enthousiast over. Men heeft de deuren opengezet, men kan overal binnen, men kan ook met de mensen spreken. Ik vind dat belangrijk, ik heb dat zelf ondervonden nu, dat voor mij de drempel, ja, die is veel verlaagd. Dus ja, een prima initiatief en voor herhaling vatbaar, zeker. Met een massa volk, heel veel ambiance en een hele rits aan boeiende lezingen kan de organisatie terugblikken op een bijzonder geslaagde dag. Zelfs de allerjongsten hadden dolle pret. We hadden liefhebbers uit alle klasses en de jeugd was tegenwoordig de oudere liefhebbers. Dus ik denk dat het een heel geslaagde dag was voor de KWDB.